Waar zijn jullie nu? Met het geld inzamelen. Ja, we zijn geloof ik nu op de 37 nog wat. Laatste stand heb ik niet helemaal helder voor ogen, maar we zijn over de helft. Romeike heeft de afgelopen 2 jaar heel veel meegemaakt. Hoe is het nu met Romeike? Nou, het gaat heel erg goed met mij. Ik heb een jaar van flink herstel gehad na de stamceltherapie. En nu kan ik steeds meer kracht opbouwen en steeds meer proberen om beter te kunnen lopen. En dat gaat me goed af. Jij hebt 2 jaar geleden een diagnose gekregen waar je niet zo blij mee was. Kun je er heel kort even iets over zeggen? 5 jaar geleden heb ik de diagnose gekregen. En 2 jaar geleden heb ik besloten om te proberen de ziekte stop te zetten in Moskou. Ja, het is verschrikkelijk als je zo'n diagnose krijgt. Maar ik wist op dat moment eigenlijk nog helemaal niet wat het inhield. En eigenlijk werd mij heel snel duidelijk dat het geen goede diagnose was. Het ging heel hard achteruit. Veel te snel. En dat, die operatie in Moskou, die heeft jou, ja, het kostte heel erg veel geld. En dankzij heel veel giften in Almelo kon jij daar naartoe. En ja, wat was dat voor jou? Wat betekende dat voor jou? Ik heb nog nooit zoiets overweldigends meegemaakt. Overal waar ik kwam stond ofwel zo'n bus of mensen hielden me aan en zeiden van goh, wij hebben dit en dit en dit gedaan voor jou. Of er werden allerlei acties georganiseerd. Het is heel bijzonder om mee te maken. En ik realiseer me ook zeer zeker dat ik hier zit, nu zo goed, dankzij al deze initiatieven. En ja, heb jij nog wensen voor jouw toekomst? Heb jij nog doelen voor ogen hoe je verder nog wilt? Mijn grootste doel heb ik al bereikt, om weer zelfstandig voor mijn dochter te kunnen zorgen. Dat is echt een feestje. Maar dan ga je verder, want je weet dat er meer in zit. En ik wil heel graag proberen om weer normaal te kunnen lopen zonder hulpmiddelen. Of het gaat lukken, weet ik niet, maar ik werk er keihard voor. En dat is denk ik het belangrijkste. Dankjewel.